filmpje. Dit is een hele korte vlog. Dit is Lisa, dat is Bart. Ik ben Theo. En dit was de vlog. Tot ziens. Nee. Gaan we? Even kijken. We zijn al aan het vloggen. Ik wil deze maken. We gaan deze maken. Nee. Dan pak ik het papier erbij. Kijk. Nee. Even voor de kijkers thuis. Zie je? Hallo. Hoi. Ik ben Theo. Ik ben Lisa. En ik ben Bart. Kijk. We gaan papieren vliegtuigjes vouwen. Ja. En hier heb je... Oh, dat was voor je gezicht. Ja. Zo, kijk. Hier hebben we papier. Ja, en ik ga papier... En hier hebben we het boekje. Waarmee ja. Waarmee we voor mij hebben we... gaan maken. Ik neem oranje papiertje. Voor mij hebben we, dit papier. Je mag zelf weten welke kleur je neemt. Ik neem oranje. Je mag zelf weten. Ja. Ik neem blauw. Oranje is toevallig mijn. Maar dat is namelijk mijn lievelings. Ja, dat doe je goed. We hebben geen rechthoekig papier nodig. Blauw. Als je hier zo kijkt, rechthoekig papier. Ja. Nou, we hebben vierkant papier. Ja. Oeps. Eerst de rechthoekig papier. Auw. Dan gaan we allemaal naar de rechthoekig papier. Rechthoekig. Wie wil bruin? Of wil je liever wit? Liever wit dan bruin? Neem jij gewoon wit. Ik neem wel bruin. Ik opwerp mezelf op. Ik ga voor de boekkleur. Oh, deze is... Leg we deze aan de kant. Heb je hem? Ah, nee. Scheur. Hier, zal ik? Heb je hulp nodig? Nee, die is lang goed. Oh. Zo, heb je het? Ja. Nee, het hoort er niet bij, sorry. Ja, we zijn hier hartstikke serieus. Aan het bezig. Ja, vloggen. Oh, hier zat hij in, hè? Oh, ja. Yeah. Welke gaan we doen? De korte werpschicht? Ja. Kijk, we maken de korte werpschicht. Ja. Dit is voor mensen die kunnen lezen. Ja. En kijken en kunnen bouwen. Ja. Ja, dat sowieso. Laten we hopen dat we het geduld hebben. Ja. Dat is... Kijk, we vouwen... De puntjes naar... Ja. Dat kan ik zelf ook zien, hoor. Elkaar. Heet dat. De puntjes naar elkaar. Kijk, jij weet het. Ja, ik weet het ook. Goed, het midden. Nee, even rustig, want anders kan ik het niet. Als ik het niet goed uitleg, dan legt Bart het wel uit. Nee, het is scheef gegaan. Wacht, weet je wat ik doe altijd dan? Ja. Een klein beetje verder. Zal ik hem anders zo in positie houden? Wacht, nee, hij is nog scheef. No! Kijk, hier. En dan heb ik hem in positie. Ja. Okay. Het ging even fout bij mij, zoals je ziet. Nou. Nu zijn dubbele strepen, kijk. Ik zal het laten zien. Dubbele strepen, oh. Maar de andere strepen zien niet zo goed. Je ziet daar niks. Ja. Eerst een boekje, vorm van een boekje. Eerst moet je een boekvorm maken. Is dit een boekvorm? Ja. Ah, kijk. Ja. Dit heet de boekvouw. Boekvouw. Nee, eerst een boekvorm. Gaan we naar twee. Oh, hij doet ze gelijk allebei. Ik kan ze ook per één doen, zo. Eerst de één. Ik weet niet. Doe ik het nu goed? Aan die kant en deze kant? Ik weet het niet. Dus dat, Moet hij nu ook zo? Ja, we doen het. Ik doe het op jouw manier, Lisa. Oké. Okay. Dat is ook veel makkelijker. Okay. Ja. Nee, dat is toch fout? Ja, ik doe het op Lisa's manier. Die gaat het eerst open. Hè? En die vouwt dan de puntjes naar binnen. Kijk eens. Ik ben klaar. Ben je klaar? Ja, kijk. Ik ben al helemaal klaar. Nou. Ik ben niet. Hey. Oh. Ik ben nog niet klaar. Dan kunnen we naar drie. Ja. Drie. Dus deze vouwen we naar binnen. Zo. Oh, wow. Ik heb fout gedaan. Nee, dat gaat prima. Hier? Ik weet eigenlijk niet tot hoever. Jij doet zover ook. Ja. Oh, jij
Bart, voor mij is het ietsje verder. Zie je? Kijk, dan blijft er nog wat ruimte over hier. Als je dat wilt doen. Zo. Ja, kijk, heel mooi. Ja. En nou, dan gaan we naar vier. De puntjes naar binnen. Wat bedoel je? Oh, zo. Ja, dus wat je in stap 2 ook hebt gedaan. Snap. Oh, andere kant, Lisa. Het lukt niet. Kijk. Je ziet hier zo, dus dan ga je naar binnen. Zo. Dan de andere. En we hebben schicht. Oei. Ja. Oei, oei. Zo. Oh. Daar is de kamer. Ja, daar is de kamer. Hey. Ik zat even niet op. Oh, dat is prima. Als we de camera vergeten, dan spelen we naturel. Naturel. Dat gaan we niet eten, maar gewoon lekker. Hè, dan doen we niet extra gek, maar we doen gewoon normaal. Omdat we het doen zoals we doen. Normaal. Doen we gewoon oud. Kijk, heb jij toch een puntje? Nee, ik heb geen puntje over. Hoe dan? Hoe moet het dan? Kijk, dat zie je hier ik zo, van vier. Ik heb een puntje over. Niet. Wat je doet voor mij. Ik, Dat kan niet bij mij. Ik weet dat je deze heel goed in vouwen. Straks doen we wel andere. Voor jullie. Zo. Kunnen we straks ook nog een andere doen die ik wel helemaal zelf kan. Dat ligt eraan of we nog tijd over hebben. Kijk, ik zit Lisa's vliegtuigje te vouwen. Mijn tante is er. Het is altijd lastig aan het begin, Lisa. Eerst is het mijn tante eruit gevallen, jongens. Kijk. Heel vervelend. Ja, dat weet ik. Heel vervelend. Hier. Zo. Ik ben echt niet goed te vouwen, hoor, maar dit... Inderdaad. Nou, zie je... Na die heb je... Deze... Dit. En als je een boekje niet hebt... Oh, Bart. Doen we als net gewoon dat zulke boeken zetten. Andere kant op, Bart. Moet je vragen of wij deze boekjes willen uitgeven. Want we hebben er drie. Dus we kunnen er drie uitgeven. En dit is voor ons. Ik weet niet of je het... Ja. Dit kan ik. Dat was Bram. Bram, je zit aan de camera. Oh, daar zit je helemaal aan de camera. Kom eens even hier, Bram. Bram, kom eens even hier. AE Vergrendeling. Kijk, we hebben een nieuwe speler hier zo in deze vlog. En dat is onze broertje. Kijk, Box, Bram. Box. Ja, oeh, zie je? High five. Wow. High five. We gaan niet slaan, hè? Oké, we gaan weer verder. Het is gewoon normaal, hoor. We doen het altijd broers en zussen. Ja. Oh, weer weg van de vlog. Maar dit was heel erg. Dan gaat Bram. Bram! Hij gaat met de camera. Kom jij eens even hier, Bram. Nee, mijn vlog. Bram, geef weer. Ga weer. Kom hier, Bram. Ah, dankjewel. Kijk eens, ik heb hem gewoon weer teruggekregen. En de poppetjes. Nee, Bram. Oh. Zullen we weer verder gaan? Kijk, we gaan weer verder. Oei. Oké, kom maar op. Kijk. Bij, jongens. Bart heeft het acteurssyndroom. Ja. Die gaat extra spelen als hij de film... Welke type zullen we eigenlijk gaan doen? Nou, ik wil type B eigenlijk. Type B. Nee, type A vind ik wel veel leuker eigenlijk. Dan ga ik voor type B. Die is lekker makkelijk. Type B is moeilijk. Type A is makkelijk. Zo, ik heb hem af. Jongens, Theo is echt goed te vouwen. Die doet het vaak in ons. Ik doe het echt nooit. Ja. Ik kom niet zo vaak bij je opa en oom. Dus daar. Nou, ik ga wel naar opa en oom. Maar niet zo vaak. Wil jij het nog doen? Ik ga hem ook de andere kant op. Kijk.
Bart? Ik heb hem de andere kant op gevouwen. Zie je? Zie je wat het verschil is? Nee. Maar ik wil even dat je het doet. Op die manier kan het ook. Heb je hulp nodig? Ik heb al een vliegtuig. Maak ik de laatste. Kijk, Lisa heeft het vliegtuig. Lisa is van type A. Kijk, jongens. Ik heb gewoon zo gedaan. Eerst was die zo. Toen had ik deze zo gedaan, jongens. En toen zag het er zo uit. Deze zat gewoon zo recht en deze scheef. Dus toen deed ik deze zo en toen ging ik zo even. Zo. Toen deed ik zo en toen deed ik zo. Nou, hebben we allemaal een korte werpschicht. Ja, een korte werpschicht. We hebben nog tijd over. Ja. Prima. Ja, om 10 minuten moeten we er vandoor. Dan gaan we uit eten, toch? Ja. Jij ook? Ik kom mee, ja. Yay! Hey, we gaan nog 1 maken, maar dat duurt wel een hele korte, want we hebben nog heel weinig tijd. Toch? Ja, voor mij hebben we geen tijd om nog 1 te maken. Wel, nog een korte. We kunnen afscheid nemen, dat wordt voor de volgende vlog. Nee, gewoon deze. Daar ga ik tegen Lisa in. Deze is heel kort. Daar gaat hij. Deze is heel kort. Daar gaat hij. Nee, Lisa. Daar gaat hij. Nee, jongen. Dit is de generatie van tegenwoordig. Nee, echt niet. Nee. Zeg maar dag tegen de kijkers. Nee. Kijk, Bart? Jullie wel gewoon blijven kijken. Bart, okay. Wil jij nog dag zeggen tegen de kijkers thuis? Nee. Zie je, Bart heeft ook gezegd. Nee. Doei. Nee. Het wordt een korte vlog. Oh, ja. Ja, het wordt een hele korte vlog. Ik ben aan het vouwen. Hij is Theo. Dat is Lisa. Ik ben Bart. En we gaan een hoofddoekje maken. Ja. En wij zijn broer en zuster, als jullie weten. Deze van mij. Ik ben geen broer hoor, van hen. Nee. Dat weet ik ook. Dit is weten tante. De kijkers dat thuis dat ook? Nee, dat is het niet. Niemand die wilt blauw? Nee. Ja. Dat is niet zo als je moeilijk is. Nee. Maar wat doe je nu, Theo? Ik heb een schaar nodig. Nu heb je dit. Hier. Mag ik begonnen? Alsjeblieft. Dankjewel. Ben je voor mij? Ben je het licht lauw verder? Nee. Dan moet je. Ik wil deze. Drie keer. Kan jij het even doen voor mij? Is prima, maar dan leg ik deze ertussen weer terug. Maar dit is echt moeilijk, dus daarom. Oh, jij gaat... Ga je hem uitzetten? Nee, natuurlijk. Maar ik zet hem even opnieuw aan, want hij zat uit. Oeh. Ja toch, kijkers? Ja, klopt. Hey. Hallo. Goed, we moeten er vandoor. Ik hoor, kom op jongens. Tot ziens. Doei. Misschien als we nog niet naar huis gaan, komen we straks weer terug hier. En dan gaan we weer verder net. Heel misschien. Reken er maar niet op, maar heel misschien. Doei!